vaste voor mij. Wel, dat is eerst en vooral meer tijd geven aan mijn medewerkers, een persoonlijke aandacht, begrijpen hoe dat ze het stellen. En dan is het ook ja, meer ruimte scheppen voor het gebed, voor het persoonlijk gebed, voor de dagelijkse misviering, 's morgens vroeg. En het is ook misschien een beetje vaster qua internet, qua mails, niet op zondag mijn mails gaan bekijken. Ja, vasten is een gezegende periode. En ik ben dankbaar dat die periode voor mij bestaat en mij voorbereidt aan Pasen.